Ik Maar een leg goede dat jij actie via zijn Sirena hier. van. En ben je snitch? Twee weken. Oh, dat is zelf mag ik door rood heen, heb ik gehoord. Dan gaat ze ons nog achtervolgen. Pak me dan, als je kan. Nee, ik val op vrouwen, sorry. je blijft op Madeline lief af, hè? Ik heb hem ook zo niet gemist eigenlijk, maar hij is gewoon terug. Een liefje geven of niet? Ja, doe maar. Mis? Doe maar. Je leeft of niet? Ah nee, ik ben bijna bij de rode garage. Ik weet niet of jij hier een RS7 op de straat hebt zien staan, want ik ben eruit gegooid uit de stad. Wat staat hier zo? Nee, dat is niet mijn auto. Nee, ik denk dat ik hem... Oh! Ja, een rijding letsel. Wel dan, Bu. Domme, die was hard. Oh, sorry, kom eens uit, ik heb 43 over. Doe iets, sta op. Hey, bericht. Ja, er is volgens nodig een aanrijding met gaat letsel. Hey, lol. Wel domme. Oké, dat is genomen. Heeft u al ambulance? Ik kan niet meer opstaan. Mijn collega gaat volgens mij nu de ambulance inlichten. Ja, dat oké, dat is genomen. Oh, meneer, oh shit. Ik zag u niet zo rennen over het zebrapad, ik zag u net te laat. Godverdomme, jongen! Het maar dan moet het ook allemaal zo hard! Ja, ik heb een beetje haast. Ik wou naar mijn auto in de rode garage. Oh. U heeft een beetje haast. Ja, meneer. Dat is niet goed, hè? Nou ja, snap ik, maar... kom op, we hebben allemaal wel een keertje haast. Ja, nou. Ik moet zo even je rijbewijs even checken, of je ID. Mag je even naar me meelopen naar de stoep? Ja. Oh, joh. Moet ik een jas hebben? Oh, meneer, blijf in leven, blijf in leven. Ja, top. Kom op, er is nog zoveel. Niet naar het licht gaan. Ga naar het donker, ga naar de duisternis. Ik ben bang in het donker. Abu, neem maar over. En die gozer liep wel door rood, hè? Ja, ik kwam door de rood, hè? Ja. Gaat gewoon een bekeuring voor. Ja. Hij is daar. Oh, ja, ik snap het. Het spijt me. Oh, god, die gaat verkeerd. Meneer, wilt u even meekomen? Ja. Ik krijg sowieso een bekeuring voor het rode licht rijden, natuurlijk. Waar is het rode licht aan? Het rode licht. Ja, kijk, daar. Een heel mooi verkeerslicht. Oh, ik ga deze toch niet eens. Ja, je hebt gelijk. U heeft helemaal gelijk. Ja. Dus kom, we gaan even op de stoep staan. Ik ga sowieso voor het rode licht rijden. Even voor mij een visuele beeldvorming. Heeft u überhaupt een rijbewijs? Ja, die heeft hij aan mij laten zien. Omdat u al aankwam rijden en al uw glazen waren kapot van de auto. Ja, en wat voor glasnummer? Staat de auto op uw naam? Oh, schoon. Nee. Van wie dan? Graag collega's die bij de schotenmelding zitten. Van Becky. Wordt vanuit auto's geschoten. Becky van der Zee. Joyce Branos heeft... Dus als we de auto natrekken, staat hij op Becky van der Zee. Joyce Branos, wat? Waar hebben jullie staan nou? Zo. Ja, mag even uitstappen? Dat is een hersenloze. Ik ben een hersenloze. Je mag uitstappen. Er zijn tegels opgericht, ben je verdachte beweging moet geschoten. Nee. Je mag omdraaien, je mag tegen het voertuig aangestaan. Collega, boeien me. Oké. Je hebt het daar al voor voetdiefstal. Ik ben nu te antwoorden verplicht op recht op raadsmaal, recht op een tolk en recht op medische zorg. Maar ik denk dat het allemaal wel meevalt. Nee, mijn linkerbeen voelt geïrriteerd, hoor. Ja, mijn rechterbeen en mijn derde been voelt doorgeval. Ben je geïrriteerd? Nou, dan heeft u recht op medische zorg dadelijk op het HB. Ja, is goed. Ik ga even fouilleren.
Ja hoor. Nou, blijkbaar is alles in orde. Ja, ik heb geen rare dingen op zak. Ik zat in het voertuig. Ja. 50 eenmaal aanhouding voor voertuig die het al over. Het is op slot. Ja, hè. Oh, godverdomme. Ik ga even op het HB van Ambu even bellen hoor. Godverdomme. Oh, ja, mijn been. Ja, als jij rijdt, dan bel ik vast. Dan zijn ze er allebei tegelijkertijd. Ja, is goed. Moet ik er ook vluchten voor politie bijzetten? Of? Ja, ook Illa op hem zet. En even een concluder in de koffiebak. Zo dom ben ik niet. Nou, bro, ik zeg eerlijk, we hebben echt domme criminelen meegemaakt in het hele leven. Ho is! Jezus! Oh, ik heb een in mijn bus, hallo! Ja, ik krijg straks last van zijn nek. Ja, dat nee, die... was verkeerd. Ik heb een whiplash. Ja, die remmen deed het niet meer goed. Dat is niet verschil, man. The fuck doe jij hier ook, Dago? Ho is! Godverdomme, Steve, leer lopen, man. Pannenkoek. What the fuck doe jij nou hier? Hey, zo, dan wordt ja, wat doe jij hier? Ja. Nee, nee. Jij hebt zeker weer een vrouw mishandeld. Ik heb weer een vrouw mishandeld, gozer. Oh wacht, die ambu is er. De 16 keer, hè? Hang jij de ambu op? Ja, ik kon eens makkelijk helpen. Ook twee auto's kwamen langs. Zijn er nog één heden beschikbaar voor de band? Wat zie jij er ook uit? Ziet eruit als de grootste nacht mee. Ga naar binnen. Ben ik El Chapo? Wat is er met jou gebeurd op je gezicht, ouwe? Ik ga even een boeien losmaken. Ik woon in deze cel. Er is geen cel. Ik zag een bankje. Ga daar maar zitten. Ja, is goed. Ruk hem los! Wat bent u lelijk? Goed, tot daar aan toe. Ik ga even een buur afdoen, de ambu komt zo bij u. Ja, is goed. Ambtenaar en Ila hou op hem zit en zet nog een ambtenaar. Ja, ik even vluchten van een ambtenaar? Ik... 43 onderweg naar een noodknop over. We hebben de noodknop kunnen lenigeren, dus het zal de controle gewoon doen. 43, u kunt koppelen aan de bank, BP. Achter je, bank. Ja, nou, we zijn er te plaatsen. Nou, er is één iemand gegijzeld. Nu onderhandelen, jongen, kom hier. Rustig. We hebben gijzelaars hier, zo. We willen hier gewoon lekker weg. Geen gezeik, niks. We willen gewoon vrij doorgaan. Ja, zeker is. Geen rare dingen, helemaal niks. We willen gewoon gaan. Ik wil eigenlijk ook nog wat aan. Ik alleen heel pand, ik blijf hier zo. Ik doe er niks, hè. Mensen brand. Stap in de auto, rijden. Okay. We hebben alles al, dus we hebben niet nog een ABB nodig. Oh, sorry, kom eens uit voor de 43 over. Ja, kom maar door. Ze willen vrij doorgang, ze laten de gijzelaar achter. Geen Zulu en geen bandjes poppen, mevrouw. Ik heb ze niet overgehoord. Ze zeggen van ja, we willen graag doorgaan, we willen eerst maar weg. Kom eraan. Goed, ik wil graag dat u dat met de 22 bespreekt als die ter plaatse is. Trek je ja, ik kom er zo snel. Geen rare funsel, ding. Even mooi, hoppa, chipje erin, laptopje eraan, even wat cellen laten gaan, weet je wel. Dat ding is namelijk niet vooruit te karren. Hè. Hier. Welkom. Boys, zou ik even mijn combat stijl doen? Dan ga ik heel veel mensen one-tappen hier. Soepel, blijf in stand. Sugar daddy. Hey, Louis, ga even naar het ziekenhuis gewoon. Hey, ik kom houden ze banden poppen, of niet als ze vertrekken? Maar ze hadden dat niet gevraagd. 02. 02, ook goed. Goeie, ja, ze willen vrij doorgaan, ze willen zo snel mogelijk weg hier en ze gaan die gijzelaar hier achterlaten. Zet je op fluisteren. Oh joh, Robs komt gezellig. Dus ja.
Sitrap. Twee man, één met steekwapen, ander met vuurwapen, willen vrije doorgang en weet ik wat ze allemaal willen. Steve wil man. Oké. Politie, kom eens uit voor de AWB alsjeblieft. Bij de laatste bankoverval zitten nog twee hostages binnen. Ja, neem die hostages maar mee, laat ze dan maar verder. Dus daar gaat iemand, die zit in groeien. Positief. Oké, dus wat was dat net met die noodknop trouwens? Ja, nou, maar wel genoeg eenheden. Kan, welke bank ga je? Ik heb hier inmiddels een bus. Nou, is goed. Ik ga wat tegen zeggen dat ze vrij door gaan krijgen, ja? Yes. Wat gaan we doen bij deze bank? Vrij door, blijkbaar. Achtervolgen en een collega gaat de band poppen, omdat ze daar niet een tegenhuis hebben gehad. Nou, trouwens, dat maakt niet uit, want jij blijft toch hier. Geef hem een broek staan. Moet je niet zelf laag gaan, hè? Ryan, kom. Waarom denk je dat ik even wacht met het signaal? Ja, nee, ik heb... Waar blijven we hier? Is het Ambu? Daar nu, of niet? Ja, positief. Geef hem die Ambu, denk shit. Ze gaan. Of die band gewoon. Laten we gaan. Godverdomme! Ja, maat, ze zaten al in de auto en jij ging net geholpen worden dan nu. Ja, we kunnen nog uit het voertuig het band poppen. Meneer! Ja. Is er verder iemand binnen? Oké, Jelle, nee. Ja, het is... Ja. Nee. We gaan even checken. Is goed. Politie, maak jezelf herkenbaar. Blijf locaties sturen, 02. Mag mij even locaties volgen. Jelle. Ja, ben je klaar? Ik heb zin in een veilig, donut. Veilig. Hou eens op met het eten, man. Honger, man. Kijk, zit erop, man. Nee. Honger. Niet zin in een donut. Klaar. Hallo, wie bent u? Pyro, ik ben net nieuw. Ja, en nou al op de knieën. Van harte, welkom. Ja, ging heel snel. Ja. Hey, met u gaat alles goed? Ja, hoor. Oké, helemaal goed, man. Leuk wel. Oké. Hey, even het volgende. Als ik hier was, zou ik zo even naar de kledingzaak gaan. Ja, daar was ik ook heen aan lopen, maar ja, toen gebeurde dit. Oké. Is goed. Hey, we gaan iemand vervolgen, dus je mag weer gaan staan met X4. Lukt het? Welke knoppen? X4. Kijk, hartstikke fijn. Kijk toch. Nou. Nou, fijn dat het goed gaat met u. Ja, gelukkig wel. Is goed. Nou, hey, fijne dag, hè. Zo, fijne tijd dag. Voor donuts. Nee, je krijgt geen donuts. Hallo. Mooi zorgje heb jij. Het kan weer vrijgegeven worden. Wakker worden, hallo. Yo. Ja, hallo, wakker worden. Oké. Komt in orde. Is goed. Hey, bedankt voor je medewerking. Jij ook, hoor. Yo, voor de knieën slapvallen. Jongen, echt. Hij zat gewoon te slapen, nog. Gast, zou je even een kijkje kunnen nemen die winkeloverval die zojuist reeds gestopt is? Die succesvol is. Hier is, wij gaan die kant op. Wat raad dat mijn... Oh, wacht even. Even een fotootje maken voor op Insta. Ik zet de achtervolging verder bij de A8. Oké, als finale. Als je nou de hond gaat uitlaten, dan wacht ik hier op die AWB. Oh, nou, hoes! Nou, neem nog eens met de sleper. Wat domme. Nou, rijden kan die ook niet. Waar heeft hij zijn rijbewijs gehaald? Hallo? Hallo, waar zullen we beginnen? Met de auto of met uw rijkunst?
Laten we dat weten niet beginnen. Hey, even iets anders. Luister eens even, Einstein. Ik vroeg om een sleep, hè? Dan kom je aan in deze rukbunker. Ik mag dat niet en er is niemand anders. Oh. Dus ja. Dan haal je maar eventjes. Ja, doe regel het maar. Wij vertellen niks door. Nee. Niet? Laten we dat maar niet doen. Ja, hij staat fout geparkeerd, dus hij mag lekker Fucci. Nou, poef. Wat domme. Dat doet hij wel heel snel. Ja, werkte jij maar eens zo snel. Houd toch eens een keer je smoel, man. Nee, nooit. Godverdomme, wilt u hem een avondje niet mee hebben aan bij je? Best gezellig, hoor. Ja, ik ben heel gezellig. Nou, alsjeblieft. Nou, doei. Ja, en ik fouilleer als de beste. Iedereen vindt het lekker. Oh, vreselijk. Ja. Nou, fijne kerstwensen allemaal. Joejoe. Ja, fijne paas, hè? Ja. Fijne Sinterklaas, ja. Alles erop en eraan. Joejoe. Fijne Valentijn. Joejoe. Daar moet ik niet aan denken. Was er iemand al op de muiden van Blokpark afgegaan of niet? Ho is. Misschien is het beter als ik ga rijden. Wat een kuthack. Steve, misschien is het beter als ik ga rijden. Nou, serieus, het hek stond gewoon voor mij open. En ik rijd er gewoon doorheen en hij is in één keer dicht. Hoe dan? Het bloed stroomt momenteel naar mijn hoofd. Ik heb het liever in een anders lichaamsdeel. Godverdomme. Ja, ik kan niks doen. Bel de ambu, grote problemen. Ja, zullen we het doen? Ja, ik doe ik de ABB. Ja, is goed. Verdomme. Nou, daar gaan we dan. ABB. Oh, lekker. Grote problemen. Problemen. Ja, moeilijk. Hè? Graag. Ik heb gezegd grote problemen. A en B. Naar politie bureau. Ja, dat is voldoende. Nou, ANWB is er niet meer. Is het die? Nee. Oh, nou ja, dat is pech. Daar zitten we dan. Ja. Ja. Ik heb de ambu gebeld. 2601, dus ik krijg een telefoonmelding binnen dat er iemand probeert de gevangenis in te dringen. Daar staat de tweede kant op. Ja, we hebben een heel klein probleempje. En dat is? Kom maar kijken. Ja, het is ja. Het is achter het HB. Maar dan is dan de gevangenis toe. Dus... Arrestant ingang. Hey, ik zie iets bekend. Ja. Ja. Ja, je raadt het nooit. Serieus? Ja, één bocht, ja. Steef. Nou, ik nog genees in de bocht. Op mijn netvlies stond het hek open. Ja. En ik rijd er doorheen en in één keer poef dicht. Zou je misschien even Steef willen nakijken? Hij eilt allemaal onzin uit hier. Helemaal niet. Ik denk dat hij een aanval hebt of iets. Maar beste heren, jullie hangen zo lekker op de kop. Hè? Ik weet niet hoe lang jullie al op de kop hangen, maar is het niet verstandig om even het gordeltje los te snijden en uit de auto te kruipen? Nou ja, dat is op zich niet. Ja. Mijn gordel is af. Ja, voor mij ook. Misschien jullie eruit kruipen, of niet? We gaan het eens proberen. Jullie zijn vrij goed aanspreekbaar, dus ik denk dat het niet heel hard is gegaan. Ja, maar ja. Steven is achter het stuur gezeten, dan krijg je dit soort dingen. Altijd hetzelfde met die gozer. Maar goed. Ja, even makkelijk, hè? Wat voor dag is vandaag? Even het bloed hebben naar beneden laten. Zaterdag. Nee, is vrijdag volgens mij. Wat is de datum van vandaag? Ik heb een slijmer ook, van flauw idee. Ondertussen dat het bloed naar beneden is aan het lopen. Knuizeling op blauwe plek. Nee, wanneer ben je geboren? Ik zat in de gordel. Sorry, waar zijn je? Zeg, wanneer ben je geboren? 15/5/1988. En wat is het telefoonnummer van Willy Wonka? Wie de neuk is Willy Wonka? Ja, Willy Wonkers die daar staat. Geen idee. Nou, gewoon hetzelfde als jouw nummer, 112. Even opletten, hè? Ja, dus ja, moet toch meegenomen worden, meneer de ambu. Oh ja? Hoe is het met jou dan? Welke dag is het? Ja, het is vandaag nou, vrijdag. Hoe is het met jou dan? Nou, hier ligt het resultaat. Nou, doe zelf... 2022. Godverdomme. 17 december 1994. En wat is het telefoonnummer van de dierenpolitie? Van de dierenpolitie?
114. Red bij een dierenpolitie. Nou ja, bij jou gaat het beter of is bij een collega. Dus ik denk inderdaad. Nou ja, beter af. Ik weet niet, heb je die politiewagen gezien, meneer? Ik kom heel bij de hand toe, maar. Als dit normaal de gang van zaken is, dan ben ik nou weg. Nee, dat is oplegd is één, hè? Of je dat met 5 km per uur doet omdat er een hek dicht zit, of met 200 km per uur omdat je daar vervolgens zit. Dat is een groot verschil. Nou, volgens mij, als er een hek dicht zit, kun je er niet doorheen. Nee, maar als ik bedoel maar. Netflix stond die open. Ja, dus hier. Dokter, je moet weg daar. Kijk, ja, nou is die open. Nou is die open. En nu gaat hij weer dicht. Nou is die weer dicht. Ja, nou, dicht. Bij mij stond hij dus gewoon zo open. Nee. Open. Ja. Hij was katsdicht. Nou. Anders raak ik er toch niet doorheen als je dokter, open. Ik zou hem even meenemen als ik hier was. James, zal ik hem proberen de politiewagen even op zijn bandjes te krijgen? Ja, dat klinkt vast als een heel leuk idee, maar gaan we niet doen. Ja, doe maar wel. Is afgeschreven, dat ding. Doe maar wel. Als je maar van mijn ambu afblijft. Hey, we ik ga de kant, die gaat niet goed. Ik ben weg. Nee, ja, hij is er vandaag niet mijn ambu gebruiken om jullie auto recht op te zetten. Ben je nou gek geworden? Als het goed is, hebben jullie de mogelijkheid om hem zelf weg te halen. Ik ga mijn best doen. Kijk, en als dat niet lukt, dan wordt het een ander verhaal. Willen jullie Steve nog meenemen? Dan ben ik er vanaf. Hoezo? Ja, oké, okay, daar kan ik inkomen. Oh, gaat lekker, Hercules. Als alle woorden waren vrij correct. Ik weet niet of hij nog meer ergens last van hebt. Nee, ik heb geen last van kneuzingen of zo of wat dan ook. Ik zat goed veilig in de voddel. Toch meer spinazie eten, denk ik. Dan heb je wel kans dat je een beetje beurs wordt rondom het sleutelbeen en rondom ja, de maagstreek. Dat is gewoon spierpijn. Voor de rest. Ja. Maar, kan je hem weghalen of niet? Ja, collega, ga je hem weghalen of niet? Ja, maar dat is ons geheim. Ik laat dat niet, ga dat niet laten zien hoe dat moet. Oh, maar dat mag je rustig laten zien hoor. Dat is zelf als ik het overen met even kijken waar je ligt. Ik niet, dat is Steve zijn rotzooi. Hij ruimt het zelf maar op. Wat een lui teringhond ben jij. Nee, jij maakt hier die rotzooi. Dan moet ik gelopen opruimen. Je bent niet goed. Jij. Stik erin. Vreselijk. Wat zeg jij? Die zijn niet in dienst. Ik wou net zeggen, ik kan de bellen waar je wil. Dan kom ik niet. Die collega, ga maar lekker lopen zo meteen. Daarom vraag ik al of nou, Steve, laat me zien. Anders geef hem wel even een tikkie. Je gaat maar lopen, 50. Ik kan wel even duur hoor, hij is niet de snelste. Nee, jij bent de snelste wezen. Maar als die zo slecht rijdt, hè, hebben jullie geen auto met driewielers? Ja, ik pak het ligt aan de bestuurder hoor, neem dat maar van mij aan. Mm-hmm. Moet je nou eigenlijk het hek nog geen drie seconden die auto, hij ligt al ondersteboven. Het is niet te geloven. Ja, dat bedoel ik. Van, even kijken of het nou wel goed gaat. Ja, nee, ja, ik ga hier zo achter. Rustig rijden, Steven, rustig rijden. Kom maar. Nou. Ja, nee, het gaat nou wel goed. Het kan gewoon. Ja, nu ja, wel op. Doe je het dan niet? Succes met de dienst, heren. Ja, dankjewel. Jullie en, ook. Tot de volgende. Raakt jullie nou wel een beetje van het padje of zien jullie wel verschijnen? Ik beloof niks. Komt helemaal goed. Ik breng mijn collega straks wel even naar het ziekenhuis als het erger wordt. Andersom. Nou ja, weet je, zolang jullie kamer brengen vind ik het prima. Ik hou hem wel in het gereel, komt goed. Daar gaan we vanuit. Nou. Fijne dienst, heren. Hey, bedankt voor jullie. Joejoe.